En John, het is met een ding uit een bergvissers. Ik heb dingen in de time-out, hè, dat is even, nou, ik wou eens vragen dat je niet wil. Hallo? Nee? Jammer, wacht eens even. Jammer, wacht eens even. Doe me nee. Het gaat beginnen. Volgens mij heeft hij zich van audiëntie vergist. Ja, juffrouw, we moeten zang horen. Zang! Ja,
kan fout zijn, Kelly. En je moet me ook excuseren, maar deze discipline hoort niet tot de kunst die dat we vandaag verwachten. U weet niet wat kunst is, godverdomme, ben de amateurs! Ja, de volgende graag. Oké, bedankt. Oké, mannen, pauze is voorbij. Allemaal op jullie plaatsen. We gaan nog één keer het finale nummer doen, want ik was daar niet tevreden over. En ik wil dat het gelijk is. Ja? Dus allemaal ten volle concentreren en... Oké? De mama's en de papa's zitten daar. Ja? En lachen. Kunnen we niet meer samen dansen? Is de zaal te klein misschien? Dat je op elkaar stenen trapt. Is een klein beetje discipline dan zoveel te veel gevraagd? Bon, ik dacht dat jullie deftige meisjes waren. Ik heb mij blijkbaar vergist. Allee, ga jullie maar omkleden. De les is voorbij. Gelukkig. Wat is dat allemaal? Normaal gezien zeg jij een van mijn beste leerlingen, als het niet de beste is. En nu zit je met je hoofd in de hoek. Heb je mij iets te vertellen? Nee. Maar ik ben geselecteerd voor een film, een nieuwe. En ja, dit is mijn droom, weet je, dus. En vandaag is de eerste repetitie. Dat is fantastisch. Proficiat. Maar ik zou willen dat je momenteel toch met je voetjes op de grond blijft staan. Het is toch altijd beter dat ze dansen dan dat ze zweven. Hm? En ja, volgende week is toommoment en ik wil dat het goed is. Ik wil dat jij het ook goed doet, want je kunt dat. Dus ik wil dat je 100% inzet de volgende keer. Oké? Allee. Ja, kom maar binnen, Thomas. Hallo, ik ben Thomas en ik kom mijn liedje vandaag voor u voorbrengen. Het is getiteld Fly Me to the Moon door U2. Frank Sinatra. Eigenlijk is het Francis Elton Sinatra. Hij is geboren in 1915. Het was een Amerikaans zanger, acteur, entertainer. Ja. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me sing along the stars. Show me what life is. Oh, Jupiter and Mars. La 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 la. La la la. La.
La 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 la. Ja, oké. Bedankt Thomas, ik denk dat we genoeg gehoord hebben. Hoe bedoelde? Iedereen krijgt toch een minuut? Toch iedereen gelijk voor de wet? Die van mij is nog niet vol. La 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 la. La 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 la. Fly me to the moon. And let me see among the stars. Oké, bedankt. Let me stop! Ja, Thomas, ik neem aan dat jij een fan bent van Sinatra. Ja, dan weet je waarschijnlijk ook wel dat hij al enkele jaren overleden is. En ik moet zeggen, jij klinkt alsof nu Sinatra vanuit zijn graf aan het zingen was. Het was echt heel, heel slecht. Ja, maar ik wil er toch eigenlijk van overtuigen dat jullie er toch lichtjes naast zitten. La la la. La la la. La. Is niet meer aan. Een hele nacht door lopen hier kandidaten binnen die denken dat ze kunnen zingen. Die denken dat ze het hebben, geboren zijn met de nodige X-factoren. Losers noemen wij dat. Losers. Het was echt slecht. Het was ronduit slecht. Maar toch bedankt voor de moeite. Ik hoop dat je je niet laat ontmoedigen. Dat je je zelfvertrouwen nog hebt. Nog veel succes. Ja, maar als je denkt aan de stressfactor. Eén minuut! Ja. Dat stond erin! Ik kan ook niet eens mijn rekening maken! Dat hebben jullie verloopt! Stel, ik heb het regers, verdoem het ook! Ik heb dat beter gezongen dan een Frank, die zijn het daar! Wat is dat hier, alle? Alle! Verdoem het! Eén minuut! Dat was het gezien! Ik ga mee filmen. Voor mij eigenlijk? Jij kunt dat toch niet. Je zegt gewoon jaloers. Jij hebt toch geen talent. Stop! Moet je eens niet, kind. Allee, goed. Ik zal het nog eens hier een keer over liggen. Maar dan moet het erop stoppen, oké? Okay? Ga, Michael, ga zij stront verleefd op uit. De duivel horen verleefd op Caroline. Dus, dat is het gevolg. Je wilt ze kussen. Dat is normaal, dat is de gang van het leven. Je wilt ze kussen. Je stopt de rij, je kust ze geren. Dus, ga Lotte hem gewoon kussen. He? Zonder flauwekul, ga Lotte hem kussen. Dat is al wat ik moet zeggen. Een gewone, simpele, doodgewone kus. Alright, maar een schoen, hè? Een schoen. Alla, come on. Meer is niet. Maar waarom moet er nu per se gekust worden? Kunnen die niet gewoon vrienden zijn en gaan wandelen of zo? Trouwens, ik denk dat maken we het verschil niet kent tussen echt en acteren. Je moet eens in kijken. Maar ik doe het toch niet?
Ik weet toch ook dat deze kus niet echt is? Jij maakt er weer een spel van, ik niet. Allee, ja. Jij krabt dat weg als ik nog maar in uw buurt kom. Het staat zo in het script, dus doe er nu eens niet moeilijk over. Bon af, ik vind dat vies! Ja. De vreemde jongen kussen is niet hygiënisch. Schat, als dan blijft doen, hij is niet flauw. Die negen schuift niet zin in, als dan godverdomme. Dat is mogelijk. Ik heb ook nog van alles te doen. Lust het. Je hebt samen meegedaan, ga in de Michael samen meegedaan aan zo'n datewedstrijd. Time out. Ja? Dus, je zei in elkaar zitten. Je hebt plezier om op zo. Ga in hun trouwens wat gekozen voor u te trekken, voor wat te gaan en alles. En dat is de reden dat daar aan moet kussen. Heb je het verstaan? Allee, come on, zweer het erop. Moet ik het al filmen? Ja, ja, kom. Ze zullen het wel goed doen deze keer. En zie dat er een beetje comfortabel op staan. Natuurlijk, ik heb ervaring, zin. Ja, allee, ja, ervaring. Allee. Ik ga, hé, wat zullen we gaan dat doen? Ik zei voor een techniek en een decor. Maar jongen, er is geen decor, er is geen techniek, je moet daar toch niet mee bezig houden? Je weet me nooit, hè. Ik zie niet voor dat je mij nodig hebt. Hè. Jongens, godverdomme in de nacht. Hup, zweer het erop. Stop, kut! Hoe komt dat lawaai nou weer vandaan? Juist, dat is die dansclub van Jeroen de Huizen aan het repeteren. Hé, zit die kraan naar beneden! Met die lawaai maken ze altijd. Wat is het nou weer? Ja, Walter is door de tafel gezakt. Ik vrees dat we die scène zullen moeten uitstellen. Ja, sorry, ik moest de stevigheid van die tafel en van het decor, maar ik zal het een beetje verstevigen. Ja, dat zal nog best zijn, geloof ik. Godverdomme, ga je toch een loempe? Allee, pak die tafel, die in bazaar, en ga dat even eens maken. Michiel, geef elkaar een kus, dat we er vanaf zijn, hè, want het begint stilletjes al mijn botten wat hangen. Oké, het is al goed. Ik zal zien dat je tevreden zult zijn. Ik mag het open, het is te open. Bert, zou ik even die tafel nu kunnen verstevigen? Ik ben heel blij dat ik jou gekozen heb. Ik voel me echt goed bij jou. Volgens mij ben jij iemand die weet waar met vrouwen moet omgaan. Dat weet ik inderdaad. En ik weet zeker hoe ik met prinsessen moet omgaan. Stop! Stop! Kut! God, ja, kut! Ja, die andere scène hebben we al opgezweet. Dat is allemaal in de shackles. Het ging als vanzelf. Ja, maar naam ik echt acteurs. Goeie acteurs. Kom maar eens mee, kom. Luister, waarom de schoonste scène die we in heel de film geschreven is? Right? Waarom je ons gedraaid? Allee, met ons geveerd. Kom maar eens mee, kom. Gaai speelt de rol van de Michael. Pak het duidelijk gewoon. Ah, du ziet bij dat. Merk je dat dan niet? Waar dat je niet. Niet. Allee, kom maar eens zitten. Ga eens door en ga eens erin. Ah, rustig. Kom maar zitten. Ja. Luister. Je ziet er gewoon. Triestig. Duur en duur triestig. Deprie. En een mislukkeling. Een loze. En waarom? Omdat je leven hoe je laten zitten. Hè? Je leven is weg. Gedaan. En je ziet er, dat is zo aardig, je kunt geen vragen meer rekenen of zien. Verstaan je? En ineens komt er een klaar masker op. En dan zit er gaan. Zit er gaan, Sophie.
En je zei dat klaarmaske, zei de dansen. Verhoogen. Allee, in gedachten, hè. In hun droom. En het is omdat dat maske zo danst en haar zo vraag en zo vrolijk is, dat ze haar gevuld. En dat is de reden waarom dat ga ook stilke zo beter en beter begint te vullen. Verstaan? Dus ik word verliefd op haar. Huh? Wat? Nee, belangen niet. Je rookt gewoon in trance. Omdat zij zo schoon aan het dansen is. Dat is alles. In trance. En je stort een smile op je gezicht. En je straalt gewoon. Omdat zij zo schoon aan het dansen is. En dan is het. Dan is de film bedoeld. Dat is het laatste bijlijke. Dat is een pakkend aan. Hè? De mensen gonden van blij dat in de zaal. Hè? De buiten zeggen van zijn. Allee, kom op, moet dat eens proberen. Dus ga zit toch. Ga ze de visie op zaal. Ga ze daar, je zit hier allemaal depri, je zit niet meer zitten. En ga komt al dansend in bed. Allee, kom op. Neem dat maar in je zoek, kom op. Dus ga zitten, triestig, heel triest. Ik zeg uw gezicht, kom, uw gezicht laten zien. En tot triest is. En ga een dubbele dans als ik die geef. Right? Actie! Fly me to the moon and let me see among the stars. Oh, alleen maar, wat doe je lekker dan die op die zeer aan de knoppen? Oh, je hebt toch gezegd dat ik gelukkig ben en me blij voelen? Ja, natuurlijk. Wat wil je dan zeggen dat je gelijk de naam van een oezelen moet staan vals zingen? Dat is toch geen gevoel van geluk overbrengen? Dat is een gevoel van je die buikpijn hebt met een te veel kissen en geiten. Godverdomme, ik ben er zelf niet over. Ja, sorry Bert, ja, ik denk echt dat ik goed bezig was. Maar god, nog enig iets doen, maar denk er aan, binnen een kwartier moet ik mee boden. Actie! Kijk toch uit waar je loopt, zeg. Allee, jongen, alsjeblieft. Het enige dat je moet doen, dat is gewoon emoties overbrengen van op A possessen. Ik heb je dat nog niet gevraagd, dat je zit rond te lopen? Ja, niet waar, man. Ik dacht, zo kijk misschien mijn gevoelens beter. Dacht. Je moet niet denken. Je moet gewoon doen wat ik vraag. Dat is alles. Je moet niet denken. Ik moet denken. Right? Allee, doe het nog eens. Ga zich goed bezig. Is het goed? Actie. Waarom? De wereld is zo slecht. De vrouwen zijn zo slecht. Stop. Jongen, hoe is dat mogelijk? Waarom? Ja, je zegt toch al iets. Waarom? Waarom zeg je nou eigenlijk tekst? En jij tekst? Stop door tekst? Ja of nee? Stop door tekst? Nee, dat is toch geen tekst? Waarom zeg je dan tekst? Dat is toch van niks nodig? Verstaan jij eigenlijk wel iets van film? Is er hier eigenlijk wel iemand die iets van film verstaan? Dat is voor zottenwerk, weet je dat? Allee, nog één keer. Bert, het bandje is ten einde. Ik ga er even een nieuw bandje in steken. Kan er iemand het oud bandje er al even uithalen? Zeg dat niet waar is, hè. Zeg, alsjeblieft, dat niet waar is, hè. Zeg, ga nou mijn kloeten ontspelen, of wat is dat nou? Zeg, ga nou echt zo stom, of doe ik maar alsof? 40 minuten film naar de kloeten. 40 minuten film naar de boom. Hoe moet ik dat allemaal terug doen, denk ik al? En wie gaat dat allemaal betalen? Ja, maar we kunnen gewoon rustig blijven en... alles opnieuw filmen, hè? Wat? Rustig blijven? Gedaan, joh. Ik bal het af. Ik wil er geen seconde meer na gebeuren zijn. Heb je dat verstaan? Geen seconde? Ik zou niet in het risico lopen dat ik een hartinfarct krijg. Godverdomme. Sukkelers!
Amateurs! Nou, mogelijk! Ben dat dit pielen? Het is voorbij. Het is voorbij. Het is gedaan. Carrière. Carrière weg. Wat moet ik dan zeggen? Mijn droom is kapot, dankzij u, hè? Ik zei in ieder geval hartelijk bedankt. Het is gedaan, niks meer. Geen buffetschap. Geen internationale aanbieding. Niks meer, niks. Niks. Oeh. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other you.